Je kunt als burger heel makkelijk een mening over iets hebben. Iets wat speelt in de stad of in je buurt. Maar soms wil je ook iets kwijt. Wil je iets zeggen tegen je volksvertegenwoordiging? Nou, ik denk dat de bewoner heel goed kan duidelijk maken wat zijn eigen belang is. Of het belang van de mensen in de straat. En als hij het kenbaar maakt aan de raad, dan kan de raad dat ook meenemen in de besluitvorming. En dat is toch wel een groot goed. Er is een tijd geweest dat de politiek het volledig voor het zeggen had, dat er weinig politieke partijen had. Inmiddels is dat niet meer zo. Deze gemeenteraad kent 11 politieke partijen. Democratie leidt ertoe dat de stem van alle burgers gehoord wordt. En daarmee krijg je besluitvorming die door zoveel mogelijk burgers gedragen wordt. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Wat onze werkwijze op dit moment is, is dat we 2 dinsdagen per maand vergaderen. En die vergaderavonden bestaan uit 3 delen. Het eerste deel is wat we noemen een stadsronde. Dat is gesprek met mensen in de stad, maar soms ook gewoon voorlichting aan raadsleden van ambtenaren. De stadsronde is een overleg waar informatie kan worden gedeeld, maar waar ook dialogen kunnen worden gevoerd. In ieder geval staat het onderwerp en de betrokkenheid van de bewoners of instellingen of bedrijven, die staat centraal. Eigenlijk zijn dat onderwerpen die vaak helemaal aan het begin van het proces van besluitvorming staan. Daar kun je als burger ook nog echt invloed hebben. Daar is het echt van belang om te laten weten wat je van een zaak vindt. Het tweede deel is een raadsronde. En daar gaan de raadsleden met elkaar het politieke gesprek aan. Het verschil van standpunten over onderwerpen. De raadsronde, daarin praten raadsleden met elkaar over een bepaald onderwerp. En daar komt een richtinggevend oordeel uit. Wat van belang is om te snappen dat het nooit zo gebeurt dat je eerst een onderwerp hebt in de stadsronde en dat het meteen naar een raadsronde gaat, want dat is echt een besluitvormingsproces. Het allerlaatste deel is een raadsvergadering. Dat is vooral een stemronde op basis van het politieke debat dat eerder heeft plaatsgevonden. Dus dan worden echt de besluiten genomen over beleidsvoorstellen bijvoorbeeld. Soms wordt daar ook nog wel een debat gevoerd en soms zijn de besluiten al zo goed voorbereid dat ze in de raadsvergadering eigenlijk alleen nog maar afgehamerd hoeven te worden. Soms dan weten de mensen zo goed te vertellen wat hen bezighoudt, wat voor hen belangrijk is, wat ten goede komt aan de buurt of aan de straat. Als zij dat ook kunnen delen met de gemeenteraad, dan heeft de gemeenteraad op dat moment extra informatie. Het is dus niet zo dat als je hier komt dat de raad of het college gaat doen wat jij graag wil. Maar je kunt wel begrip voor elkaar standpunten krijgen en je kunt wel proberen dat proces te beïnvloeden. Ik zou willen zeggen, als je een mening hebt, laat hem dan ook horen. Want vaak dringt hij niet door omdat hij in de straat blijft of achter de voordeur. En daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Dus laat vooral je stem horen. Dus wat je moet doen is echt naar de website van de gemeente Maastricht gaan. Kijken naar de agenda van de raad. Daar staat altijd een uitleg bij. En je kunt bij het onderwerp zien van, kan ik hier nou meepraten of niet? Moet ik me daarvoor aanmelden of niet? Of kan ik gewoon aankomen zetten? We eten samen. Dus je kunt aanschuiven aan tafel bij een raadslid als je een vraag hebt. Er zijn fractiekamers waar je op kunt kloppen. Je kunt bij de VVD langs, bij de PvdA of bij het CDA. Het maakt allemaal niet uit. En ik nodig ook echt iedereen uit om gewoon eens een keer een kijkje te komen nemen.